even staan. Op het moment dat je jezelf hebt herkend, ben je samen maar alleen. Er is niemand om je heen, samen maar alleen. Samen maar alleen verder. Er is niemand om je heen. Dag Marjan. Een drukke vlucht gehad? Ja. Ik dacht trouwens dat jij vandaag op de transatlantische zat en ik hoor van Louise dat je naar Athene bent geweest. Ja, ik moest invallen. Oh. Nou, ik ga dadelijk naar Noorwegen met de 747. Dat zijn over het algemeen wel rustige mensen, wat zakenlui en zo. Wat een verschil trouwens, hè, die toeristen in de winter en de zomer. Weet je niet? Ja. Nou, daarna ga ik naar Reykjavik. En dan ben ik, even kijken, morgen en overmorgen vrij. Dan heb ik er toch weer 8 dagen op zitten. God, ik moet opschieten. Vergeet je jasje niet. Ja, dank je. Je ziet er moe uit, Marjan. Waarom ga je niet wat rusten dadelijk? Ik ben zo lang bezig. Oh, oké. Okay. Hij klopt de sneeuw van zijn jas en pakt zijn kleine leren koffer op. Pakt zijn kleine leren koffer op van de grond. Een vluchtige blik op zijn horloge vertelt hem dat hij nog even tijd heeft en hij loopt de verfloze zwenkdeur door het perron op. Er is zojuist een trein aangekomen en de mensen lopen gehaast met strakke gezichten langs elkaar heen op zoek naar de uitgang op een aansluitende trein. Even kijken
Even kijkt hij naar een klein meisje, dat door een in het donker geklede vrouw voorbijgetrokken wordt. Het kind eet een appel. Ze lacht. Moeder en kind verdwijnen plotseling uit zijn gezichtsveld door een passerende perronkar met een vrolijke rode jongen erop. De man zet zijn hoed af, glimlacht en vervolgt zijn weg naar de warme, gezellige restauratie. Het ruikt er naar sigaren en een vreemde geur van koffie die waarschijnlijk de hele dag al dienst doet. Aan de staande kapstok naast de deur hangt hij zijn jas op en gaat dan aan tafel zitten vlak bij een grote zwarte kachel waarop een ketel pruttelt. Uit zijn koffer haalt hij een notitieboekje en met een half afgekloven potlood schrijft hij een paar regels. Zeg Iris, ja? Zijn die foto's al klaar waar je het laatst over had? Die van die vogeltjes, weet je wel? Vogeltjes? Ja. Oh, dan pas. Dan weet ik wat je bedoelt. Die mussen die zich vast in de grond. Ja, precies. Die liggen nog op mijn werk, die heb ik daar ontwikkeld. Maar ik zal het voor je meenemen. Ja, leuk. Deze heb ik vanmiddag afgedrukt. Moet je eens kijken. Een lekker ding. Ja, goed zo. Waar heb je die genomen? Namen ze vanaf de overkant. Ja. Zeker vlak achter elkaar genomen? Ja, een minuut of 4, 5. Wat een beweging zit er in iemand eigenlijk, zo in een paar minuten. Goed is dat, hè? Daar lees je nooit zo op. Laat zien. Hoe laat was het? Een uur of 11, 's ochtends. Ja, prima. Laat zien. Ik heb ook nog een foto van ons drieën, die heb ik niet gezien. Welke was dat? Ja, deze. Kijk maar. Goed zeg. Mooi, prima. Lekker formaat ook. En jij staat er wel serieus op, zeg. Ja. Marjan, die lacht erg mooi. Ja. Ah, Marjan. Hallo Marjan. Rustig kunnen zijn. Ik word af en toe gek van mezelf. Dan weer dit, dan weer dat willen doen. Eindelijk ergens aankomen en dan weer die onrust. Weer weg willen. Denk wel eens, was ik maar net zoals jullie. Gewoon zoals de meeste mensen zijn. Hé, kunnen jullie niet naar me luisteren? Sorry hoor. Het gaat zo om, ik gewoon niet. Ik voel me de hele dag al zo waardeloos. Ik kom tot niets. Al die mensen. Die grote steden. Die hotels. Het is net een grijze mist. Waar ik naar kijk. Ik voel me zo volkomen buiten staan. Ik snap niet dat je doorgaat met dat werk, Marjan. Dat is toch niks voor jou? Je bent gewoon doodop, moe. Je denkt dat ik moe ben. Ik ben helemaal niet moe. En zeker niet zoals jij dat bedoelt. Jij zit de hele dag achter dat lullige typemachientje. Jij kunt alleen zijn. Je kunt best om je heen hebben wanneer jij dat wil. Ik niet, moet de hele dag me opdraven. En dat vind ik helemaal niet erg. Op een gegeven moment word ik gewoon ziek van.
tussen al die mensen. Je hebt er gewoon geen contact meer mee. We zijn er gewoon met te veel. Kom. Zeg, ja, soms lukt het me gewoon niet zo'n dag. Dat heb ik toch ook wel eens? Ja. Je verwacht te veel. Er zijn zoveel dingen die sleur zijn. Dat maakt me zo moedeloos. Zo onrustig. Ik heb van een heleboel dingen zo'n ander idee gehad. Als kind, hè, merk je de dagen niet op. Je leeft ze gewoon. Ze zijn er. En nu is dat ik me zo laat beïnvloeden door dingen. Waarom is een mens alleen geboren? Waarom moet een mens zo alleen zijn? Wat je nodig hebt, ze zijn de vrienden. Met wie je fijne gesprekken kunt hebben. Met wie je jezelf kunt zijn. Wat mensen opvalt, dat de mensen langs elkaar heen leven. Het interesseert ze helemaal niet wat de ander doet of wil. Ze denken in eerste plaats alleen maar om zichzelf. Ja, inderdaad, jezelf. Maar toch vraag ik me af in hoeverre we echt met onszelf bezig zijn. Neem nu je lichaam. Hoe vaak vergeten we niet om ons echt te ontspannen? We werken maar door tot we neervallen. Precies. Mensen slopen hun eigen lichaam. Ze weten niet eens meer hoe ze er zelf uitzien. Al dat gehaaste gedoe, je laat je zo gauw meeslepen. Zo'n binnenstad van etalages vol met rotzooi. Van die wegwerptroep, kantoren van dat vieze, smerige rotbeton. Dat kunnen ze beter in de hersens van die bouwers schieten. Die zakken die plannen toch de hele boel naar een onleefbare wereld. Al dat gehaast. Voor wat? Voor wie? Wat voor wie? Wat bedoel je? Nou, gewoon. Al dat gehaast voor je werk. Je doodmoe voelen. Alleen zijn. Wat voor een schijnwereld. Kun je nog wel bevredigd voelen in je werk? Ik heb het op mijn best naar mijn zin. Ik vind het alleen zo jammer dat alles zo gehaast moet. Zo onpersoonlijk. In die vliegtuigen, hè, zitten de mensen in rijen naast elkaar. Ik heb er gewoon geen contact meer mee. Je kunt ze niet meer echt iets geven. Daar ben ik ook net aan bezig, in mijn nieuwe verhaal. Het geven aan elkaar. Contact tussen mensen. Wacht, ik lees er even wat van voor. Is dat het verhaal bij je hebt? Ja, het gaat over een bioloog. Hij is op reis. Hij zit in de restauratie in Berlijn. En heeft net wat in zijn notitieboekje opgeschreven. Nadat hij het boekje weer in zijn koffer heeft gestopt, staat hij op. Achter de smalle houten tapkast staat een forse vrouw die hem begroet met een rustig hoofdknikje. Eén Jägermeister, alstublieft. Terug aan tafel neemt hij een flinke slok en voelt zich dan pas echt op reis. Tegenover hem zit een jonge vrouw. Ze bekijkt hem lang en glimlacht alsof ze hem herkent. Het glas is nu leeg. Terwijl haar heerlijke parfum hem tegemoet komt, klinkt ze met haar glas tegen het zijne en zegt: ik zal het u maar eerlijk vertellen. Ik vind u mooi. Hij kijkt verwonderd in haar zachtbruine ogen. Ze draagt een lange jas met een grote kraag die ze overeind zet. Even kijkt ze om zich heen en vervolgt dan: als ik geen man en kinderen zou hebben, zat ik hier met u gearmd om samen op reis te gaan. Hij buigt zijn hoofd wat verlegen achterover, kijkt dan naar haar en zegt: hier, u heeft er wat geld om wat van mij te drinken. Ondertussen loopt de trein het station binnen. Ze lacht wat eenzaam en buigt zich dan voorover. Was je vrouw dronken, denk je? Waarom denk je dat?
gek dit. Maar waarom moet iemand dronken zijn om zoiets te kunnen zeggen? De kerel heeft er duidelijk niets van begrepen. Hij probeert het in ieder geval. Heb jij dat nooit? Dat je iemand lief vindt? Dat je hem spontaan een kus wilt geven? Of iets liefs wilt zeggen? Maar dat kan ik toch niet doen tegenover die mensen in het vliegtuig? Maar waarom denk je nou weer aan het vliegtuig? Ja, natuurlijk denk ik daaraan. Ik uit me gewoon anders dan jij, Iris. Ik ben niet zo spontaan. Want ik kan het ook best wel willen. Als je iemand mag om spontaan een zoen geven. Gewoon omdat je wat fijn vindt. Maar ik denk dat een heleboel mensen dat anders begrijpen. Denk je niet? Ja. Zoiets van, zo die moed zeker wat van me. Dat houdt me er gewoon van. Ja, daar heb je wel gelijk in. Daar heb ik soms ook wel moeite mee. Toch hangt het van de manier af waarop je doet. Het hangt van jouw houding af. Je houding, ja. Die is belangrijk, Marjan. Je moet je gevoel erin leggen. Je moet je durven te uiten. Misschien heb je daar moeite mee. Nee, dat niet. Maar ik uit me gewoon op een andere manier. Ik denk toch dat veel van wat jullie zeggen dat er maar weinig van terecht komt. Die situatie die jij beschrijft bijvoorbeeld. Die ideale vrouw. Die bestaat helemaal niet. Die zit alleen maar in je hoofd. Net als bij veel schrijvers. De vrouw die moet zichzelf ontplooien. En dan krijg je een totaal andere vrouw als waar jullie over schrijven. Weet je wat mij zo tegenvalt? Die oneerlijkheid daaromheen. Die vrouwen van de reclame bijvoorbeeld. Dat geeft gewoon een totaal vertekend beeld. Die vrouwen waar je het net over hebt, hè? Die ijdelheid. Dat is natuurlijk in die wereld voor jou helemaal erg. Het is toch een bepaald soort mensen die je de hele dag ontmoet in die vliegtuigen. Ik weet niet. Al die gezichten iedere dag. Zelfs op straat. Ze kijken alleen maar naar je als je aan een bepaald beeld voldoet. Als je volgens de reclameplaatjes uitziet. De mensen verstopt zich steeds meer achter hun kleding en zijn make-up. Ja, de uitzonderingen daar gelaten. En dan voel je je gewoon alleen. Je hebt er gewoon geen contact meer mee. En dat contact bestaat heus niet alleen maar uit praten. Was er maar eens iemand die naar je glimlachte. Maar ze kijken naar je alsof ze je wel wat kunnen doen. En dan voel je gewoon alleen. Ik vind het gewoon moeilijk om woorden te brengen. Dat alleen zijn. Het is lekker om goed te huilen. Hoort gewoon bij het leven. Net als lachen eigenlijk. Dat je jezelf hebt herkend, ben je zelf.